Zo jongens, eindelijk, na 2-3 weken vol met regen en wind, is het eindelijk weer prachtig weer. Dus ik ga even een nachtje vissen. Even kort, het is nu 5 uur en ik moet morgen om 11:30 alweer in Rotterdam op school zijn. Dus het kar is het vol, ik ga even haasten, een paar hamburgers in de pan gooien en knallen. Zo jongens, ik ben eigenlijk bij de stek aangekomen. Het karretje achter me. Ja, het is heerlijk weer joh, ik heb er echt zin in. En ik heb nog denk 2 uur de tijd. Dan is het donker, dus ik moet even opschieten. Een paar hamburgers eten tegen de ergste honger. Maar ja, het moet goed komen. Toch? Because we're together. United, baby. Under one roof, come on. In a house. A house is ours. It's one love, y'all. Forever and ever. We are free. We are love. We're round. We're skinny. We're big. We're small. But we have love in our heart. And we misschien kennen jullie hem wel, maar ga ik van af komen zo ver zeggen. We zeggen Nachie, hij staat voor de klas, dus hij moet morgen ook weer vroeg eruit. Ik naar school. We gaan even zeggen samen Nachie. En hij komt uit de vergadering, dus hij zal er zo aankomen. Dus voor die tijd probeer ik even in te gaan en dan wordt het gezellig. Ja, je weet het maar nooit, het is maart, maar ik heb toch lekker een hele wc-rol mee. Want die hoor ik er soms niet goed van. Ja, ik heb hier van vorige keer nog een chilterig aan de rij hangen. Maar ik denk toch dat ik hem af ga halen. Dus ja, het blijft toch een kanaal en ik weet niet, een of andere manier. Chodderig vertrouw ik niet heel erg. Ik heb er wel eens mee op gevangen, 's ochtends. Dus misschien als ik vannacht niks heb gevangen, dan gooi ik 's ochtends nog erop. Maar vandaag ga ik gewoon 2 hengels met bodem aasvissen. Kleine snowmannetjes. En ja, ik denk dat het moet gaan doen. Ja. Ja. Wat misschien wel een goede tip is voor jullie. Ik heb hier mijn spoel, waar ik nylon op zit met de voorslag voor een chodderig. Nou, wat heb ik nou gedaan? Ik heb hier de beads. Ja, je zou het weten. Ik heb daar gewoon het chodderigje even afgehaald. En ik heb hier het wartetje met het quicklinkie. En daar heb ik ook de wart van afgehaald. Dus ik heb het hier liggen, het roodje en de chodderig. Tadaa. En op deze manier hoef ik niet mijn voorschacht af te halen. En heb ik gewoon mijn andere spoel op mijn mower gezet. Dus het is nu gevlucht trein, dubbel. Is ook wel beter in deze omstandigheden, omdat je natuurlijk met die palen zit. Moet je soms een beetje kracht zetten, moet je die vis er weghalen. Maar ja, op deze manier is dat goed opgerust. Hey jongens, dit zijn de rechts die het moeten gaan doen. Yeah. Eén lange en één iets wat kortere. Eentje met een citrus pop-upje. En die andere met een coconut cream met een mooi oranje snowmannetje erop. Je ziet het, pakje water, ik heb hem perfect uitgebalanceerd. En aan beide doe ik nog even een PVA zakje. En dan werp ik hem lekker in de opening. Voor heel schaars bij. Een paar boogjes, een paar halve, een beetje gekrummeld. Niet te veel voeren, het is natuurlijk nog maar maart. En ja, ik denk dat het helemaal goed moet komen. Echt jongen, bij Dave Fish Team gaan we toch voor gouden dingen. Ik heb hier mijn action cam, die ik tijdens mijn reis heb gebruikt. Ik heb een hoofdbandje opgemonteerd. Dus we kunnen lekker drillen. En alles wat wij doen, kan je precies zien. Ideaal jongen, dat wordt een mooie vis uit dit. Mooie filmpjes, helemaal goud. Ik heb even een paar kleine PVA zakjes gemaakt. En die ga ik dan aan mijn haak verbinden. PVA schermpje erbij, om niet in de modder. En het moet helemaal goed komen dan. Let's go. Dit hengeltje richt in. Daar is het. Op het hoekje. Ik heb even een mooie smaak bijgevoerd. Een paar bootjes. Vooral gekrust speel, een beetje halfjes. En ja, het is gewoon een prachtig avondje. Kijk, het is wel een zonsondergangetje. Heerlijk. En Gerk is ook aangekomen. Ik ga zo eens even naar hem toe. Een paar gaten verder zit hij. En ja, hier even de boel opruimen. Overwerp je erop. Omdat ik last van mijn ogen verdooi korts. En dan kunnen we eigenlijk aan de hamburgers beginnen, jongen. Nou, ik zat net natuurlijk stoer te doen over die action cam die ik bij me had. Dus de batterij op. Sta je daar dan. Maar gelukkig natuurlijk altijd een powerbankje mee. En je ziet het al, het gaat hard. Heerlijk hoor. Zo jongens, je ziet het. Het is bijna donker. En ik heb alles opgebouwd, gelukkig. Nog niet gegeten, maar ik ga even naar Gerk wel kijken waar hij ervoor staat. Hij heet Gerk, maar hij had ook zo herder kunnen zijn. Boswachter. Boswachter, ook goed. Al die schapen komen wel hoor.
is echt bizar hoe klein dit tentje is. Zou je toch niet denken dat zo'n grote man erin past? Doe dat maar eens even voor. Dan willen ze wel zien op YouTube dat jij hierin past. Jessica noemt dat mijn konijnenhol. Je konijnenhol? Dat is een tentje waar ik niet naar omkijk. Jezus. Dat ding is een meter hoog. Ah joh, dat is perfect man. Nou, ik hoef niet te vragen bij wie we vanavond gaan chillen, want dit past niet. Bij jou. Oh, trouwens, mijn alarmen staan al aan, want ik dacht dat ik naar jou toe ging lopen. Zieke man, allemaal alarms. Mooi setje. Gaat het worden? Moet wel lukken toch? Het is instant, dus je kan er niet zoveel over zeggen, maar het zonnetje hebt er goed op gestaan, dus... Zo is dat. Je vis overwint. Ik heb ook al een beetje activiteit gezien, dus ik denk dat het wel goed moet komen. Ja, ik denk dat. Al vangen we een visje, dan zijn we tevreden, toch? Ja, toch? Dan moet je nou kijken, joh. Het is hier zo super mooi weer. Ik heb zonsondergangetje op de achtergrond. Zonsondergangetje. Heerlijk. Onze schapenvriendjes. Ik ga die alarmen uitzetten, want ik heb een kind. Nou, het is wel gek hoe je bezig is met zijn laptop. Zin uit te doen? Ik dacht, ze er een filmpje op. Ja, toevallig heeft Dave Fist net een nieuwe video. Moet die op? Het is maar een kleine hint. En ik ben lekker aan het hamburgers bakken. Helemaal uit. Kijk eens. Fressie Heijn is erbij. Moet natuurlijk wel genoeg hebben voor een sessie. Gast, die fles Heijn is groter dan al je spullen bij. En een broodje. Lekker hoor. Genieten. Ja jongens, daar zit ik dan in het donker. Het is inmiddels 10:50. Gerk is net weg en Ramon, andere gozer, is nog even langs geweest. Gezellig. En ja, er is eigenlijk nog niet veel gebeurd, wel een paar piepies. Maar ik ben bang dat het een kreeft of brazen was. En ja, ik ga mijn nest maar in, kijk wat het wordt. En dan zie ik jullie morgen weer, als er geen vis gevangen wordt. Meneer de boswachter. Yo, ja zeg het eens. Waarom heb je mij nou wakker gemaakt? Ja gast, ik had eigenlijk serieus toen ik net de beet had, dacht ik wel even... Ik moet eruit man, want het is fris aan het worden. Maar klein visje. Goeie. Klein visje. Dus we gaan even Ik was moe. Wat zeg je? Ik was moe. Ja gast, maar hey, ik heb alweer bijna amper geslapen. Het is een braas van redden op hoor. Heel het stuk voor niks gelopen. Dat zou wel echt een goede actie zijn. Het zou een actie voor jou zijn inderdaad. Alleen mijn pen onthaakmatje meegenomen. Nou, maar het is toch ook wel groot genoeg voor jou? Zeker. Al krijg ik die foto's doorgestuurd wat je altijd vangt, dan past allemaal je op hoor. Nou, is wel een mooie vis hè? Best groot. Jij zegt een pontje of 5? Ja joh, ik vergis me nog meer. Ik denk wel een pontje 20. Dacht ik, maar deze is serieus nog wel groot. Zo. Die is gewoon 11 kilo nog wel. Kijk dan joh. Mooi visje. Jazeker. Vertel eens wat over jou. Nou ja, vlak uit het gat. Een mooi visje. Kwart over één? Ja, ongeveer kwart over één. Er zit hier een. Je hebt zeg maar een uitloop van het kanaaltje. Wat jullie wel vaker hebben gezien op de filmpjes van Wietse en Daniel. Eerste keer al hier zitten. Wat zeg je? Ik zeg ze eerste keer al hier zitten. Joh. Ja, nee, geintje. Nee, maar je weet gewoon dat er een paar vissen zitten die overwinteren en ja, het is altijd even een gokje of ze loskomen en ja. Wat een goed gevoel, dus we dachten... Ondanks het mooie weer vanmiddag is het nu echt knijterkoud. Ik denk nog maar 3-4 graden. Ja, 3 graden zag je net. Ja, maar toch een mooie vis. Maar dit is best een mooie vis. Ja, een kilootje of 10 denk ik. En, ja, hij gaat het misschien net niet redden, maar hij is wel echt... Het is een stevige vis en een vis met potentie. Ja, kijk, weet je, jij bent niet zo groot. Of je hebt niet zo klein, dus het valt niet echt op, maar nou, dat is een mooie vis. Super blij mee en we vangen er nog wel eentje bij, vind je? Yes. Ciao. Lekker hoor. Bam. Netjes. Zo jongens, hier baal ik van. Ik zei natuurlijk al dat ik een paar pieps kreeg vannacht. Ik had gedacht dat het kreeft was of witvis. Ga ik me helemaal binnen, is dit het? Niet zo gek dat er niks aan zat. Dus ik gooi me snel even terug. Ga nog een half uurtje mijn nest in en dan moet ik helaas opruimen. Gek, ik heb 1 visje gevangen zoals jullie zagen. Ik helaas nog niet. Ik hoop echt dat het nog komt. Want ja, dat hoop ik gewoon. Goedemorgen. Ik ben Frank Moe. Zoals je op de achtergrond hoort. Die gans jongen, die maken een herrie. Dus ik heb zowat niet geschapen. En ja, niks gevangen helaas. Gek wel eentje. Ik heb ongeveer nog een half uurtje voordat ik moet opruimen. Dus ik peur nog even mijn hengels 1 keer erin. Een klein beetje hooikruid bijvoeren.
En dan zit het erop. Hopelijk dat ik nog eentje van. Maar ja, ik weet niet. Het is echt koud. Het is ook koud geweest vannacht. Vandaag gaat de zon wel schijnen. Maar het is nu al echt iets te vroeg. Dus fingers crossed. Jawel, jawel. Het is inmiddels 7:45 en ik ben begonnen met opruimen. Maar er moet natuurlijk ook gepresteerd worden. Dus de eerste burger richt alvast in de pan. Het is een tijdje hoor, rekken. En hij dan nog straf een eitje erachteraan. En dan op naar huis, naar school. Zo jongens, je ziet het. Het zit erop. De spullen zijn zo goed als ingepakt. Ik ga naar school toe. Niks meer bijgevangen helaas. Maar we hangen niet uit, toch lekker gezeten. Gelijk wel één visje, dus helemaal prima. En voor je de video nou leuk, doe even een duimpje omhoog. En klik op de knop om te abonneren. Dat is gratis, met een Google Gmail account. En dat vinden we heel mooi als je dat doet. Daar zijn we heel blij mee. En bij 20.000 abonnees gaan we alle 3 kaal. Dus onthoud dat. Deel lekker de video's. En zou ik zeggen, laat eens.